Ik wilde voorstellen om dit gesprek daarover natuur en milieu maar luchtig te beginnen. We zijn even gaan zoeken toen u aangaf van daar wil ik het met jullie hebben op Twitter. En we kwamen er nog een natuurfoto van u tegen waarvan ik zou willen vragen. Herkent u? Herinnert u zich deze nog? Ja, die. Oh, dit verhaal heb ik. Mag ik het verhaal even vertellen? Ja, u mag het vertellen. Ik zal het verhaal vertellen. In mijn jonge jaren woonde ik in het zuiden van Nederland. En het was in het zuiden van Nederland niet toegestaan om op een publieke plek naakt te recreëren. Wel boven de rivieren, niet onder de rivieren. En mijn toenmalige vriend en ik, wij besloten dat dat eigenlijk moest veranderen. We zochten contact met de officier van justitie en zeiden, hoe krijgen we dat voor elkaar? En toen zei hij, ja, dan moet je een proces uitlokken. En we belden de politie op en we hebben ons laten bekeuren. En die bekeuring ging dan naar de officier van justitie, die vervolgens zou vaststellen dat wij op een zeer afgelegen plek gerecreëerd hadden. En dan zou hij het seponeren en dan zat de gemeente met een probleem, want dan moesten ze wel een plekje aanwijzen. Twee dagen daarna moest ik naar Den Haag toe, waar ik toen werkte als fractievoorlichter van de VVD. En ik weet nog hoe ik binnenkwam, Koosje Bins, de secretaresse van Hans Wiegel, die zei, Henk, heb je die foto gezien van Joop en jou in de krant? Ik zei, in het Eindhovens Dagblad. Nee, in het Vrije Volk, halve pagina. Dit is uitvergroot, maar in het Vrije Volk stond die nog veel groter. En ze zei, je moet nu naar Hans Wiegel toe, want die wil uitleg. Toen kwam ik de kamer van Hans Wiegel binnen. Ik zal het nooit vergeten. Hans Wiegel zat achter zijn bureau, krant voor hem. Ga maar zitten, zei hij. En ik ging tegenover hem aan tafel zitten. Hij keek in die krant. Die liet die tergend langzaam zakken. En toen kon ik op een gegeven moment van die kant ook die foto zien. Veel groter nog dan die hier staat. En toen keek hij me aan en toen zei hij de zin, waarmee maar weer eens bewezen is dat wij liberalen niets te verbergen hebben.